Ja. Olly is een ooievaar wat op het nest zit en jongen heeft. Samen met haar echtgenoot, om het zo maar te zeggen. Alleen Olly is het vrouwtje en is soms wat agressief naar voorwerpen, ramen, auto's, paardentrailers, etc. Zonnepanelen. Die bestormt hij en bepikt hij en bekrast hij. Nee, op zich vind ik het heel leuk dat er ooievaars zijn, in ieder geval twee hier. Maar als het licht wordt wakker gemaakt door Olly, die op de ramen begint te kloppen. En dan zo hard met haar snavel tegen de ramen aan blijft vliegen dat het de bloed op een gegeven moment aan de ramen zit. Ja, dan worden we met z'n allen wakker. En de hond is ook erg fanatiek op de ooievaar. Die begint ook heel hard te blaffen. Dus zo gauw het licht wordt, zijn we met z'n allen vaak wakker. Dan zijn jullie al vroeg present. Ja, hij hoeft in ieder geval niet dood voor mij. Dat heb ik nooit gezegd. Absoluut niet. Maar het is gewoon een beetje een vreemde eend in de bijt. En dan de ooievaar. Deze ooievaar is dus het vrouwtje. Heeft vorig jaar ook haar jonkies niet verzorgd. Het mannetje haalde eten voor de jonkies. En die kon dat niet aan. Dus vorig jaar zijn de jonkies ook allemaal doodgegaan. Nu leven ze nog wel. Dus ik hoop dat dat zo blijft. Ik weet ook niet wie de voert op het moment. Het mannetje of het vrouwtje of beide. Maar dat de ooievaar dingen kapot maakt. Dat vind ik eigenlijk het minst prettig. Ik heb allerlei instanties gebeld. De gemeente, de politie, de dierenambulance. Herwijnen heb ik heel lang aan de telefoon gehad. Herwijnen dacht dat de ooievaar honger had. Dus niet zozeer het territorium van dit mannetje, vrouwtje, raam, ik zie mezelf. Maar deze ooievaar zou volgens Herwijnen honger hebben. Omdat hij dus niet voldoende had geleerd om het eigen voedsel uit de natuur te halen. En de vraag van Herwijnen was of ik hem niet wilde gaan voeren. En eventueel de deur open wou zetten, want dan zou het ook wel naar binnen in komen. Maar we hebben het over een, volgens mij, wilde vogel. En ik denk die wilde vogel vooral ook wilder moet worden, maar dan wilder in de natuur. En niet wilder op materialen. Nee, dan heb je hem toch liever niet binnen. Nee, echt liever niet. Nee. Weggaan doet ze niet, heb ik al begrepen. Ik heb begrepen dat de ooievaar sowieso 8 jaar terugkomt op het nest. Als ik mij goed heb laten informeren. Dus dan hebben we na dit jaar nog 6 jaar. En ik heb wel sinds dat ik mijn slingers heb opgehangen voor de ooievaar, heb ik minder last. En gaat ze met name nou naar onze buren voor. Dus het probleem heeft zich eigenlijk verplaatst. Dus dan moeten misschien wel heel veel mensen slingers ophangen? Ja, misschien wel. Groot feestje van Marger. Ja. Ja, dan, want het is natuurlijk ook vervelend voor haarzelf. Ja, want ze verwond zichzelf. En dat is niet normaal. Nee. De ooievaar zit dus op dit nest en de buurman heeft geprobeerd, of die heeft in ieder geval aangegeven, nou misschien kan ik de paal omhalen. Maar dat mag ook niet, dat is ook verboden.